Heb je een bijbaantje? Stel nu eens voor dat je baas aan je vraagt of je werk wil doen waarbij je meer verdient terwijl je niet meer uren hoeft te werken. Zou je dan geïnteresseerd zijn? Waarschijnlijk wel. Ik ga je in deze video net zoiets voorstellen, maar dan over leren. Hoe kun je beter en meer leren in dezelfde of wellicht zelfs minder tijd? Hoe kun je jouw leerprocessen verbeteren om zo het beste uit jezelf te halen? En als je eenmaal weet. Hoe je effectief kunt leren, kun je daar in je hele verdere leven je voordeel mee doen. Er is veel onderzoek gedaan naar leren en hoe je slim kunt leren. En met slim leren bedoel ik dan effectief leren. In deze video ga ik een aantal van deze onderzoeksresultaten met je delen. Ik ga daarbij vooral in op de praktische toepassing die ze kunnen hebben op jouw leren. Je zult ook een aantal keren een linkje in beeld zien waar je meer achtergrondinformatie kunt vinden over de afzonderlijke onderzoeken en gebruikte termen. Het volgende zal je misschien wel verbazen. Uit vele onderzoeken blijkt dat leerlingen en studenten niet goed weten hoe ze moeten leren. Ze gebruiken leerstrategieën die wel populair zijn, maar helemaal niet goed blijken te werken. Het bekendste voorbeeld is misschien wel het herlezen van de leerstof, maar herlezen is helemaal geen effectieve manier om te leren. Wel om leerstof kortstondig te kunnen onthouden, maar niet om dezelfde leerstof te begrijpen en voor een lange tijd op te slaan. Markeren is ook zo'n populaire strategie. Maar ook het puur, het markeren van teksten en woorden blijkt niet effectief te zijn. Samenvatten is een derde populaire vorm van leren. Echt goed samenvatten is een vaardigheid die je eerst moet aanleren. De meeste leerlingen kunnen dat nog niet goed, waardoor samenvatten in de meeste gevallen niets anders wordt dan het overschrijven van teksten uit de leerstof. Eén of meerdere van deze drie strategieën wordt de avond voor een toets vaak uit de kast getrokken. Dan wordt er geblokt in één lange studeersessie, soms tot diep in de nacht om de leerstof onder de knie te krijgen. Ook dit blokken is enorm populair onder leerlingen, maar tegelijkertijd een ineffectieve manier van leren. Maar waarom zijn deze manieren van leren zo populair? Waarom maak jij er waarschijnlijk ook gebruik van? Dat heeft alles te maken met wat in het Engels Illusion of Fluency heet: de gekozen aanpak lijkt effectief. Want tijdens het herlezen van de tekst herken je veel van de vorige keren dat je de tekst las. En hetzelfde geldt voor de gemarkeerde stukken tekst. En ook de samenvattingen zien er herkenbaar uit. Je hebt daardoor het idee dat je al veel geleerd hebt. En je hebt er zeker ook al veel uren in gestopt. Maar je hebt vooral dingen tijdelijk onthouden. Het blokken in de nacht voor de toets zorgt ervoor dat je sommige zaken zelfs nog kunt herinneren tijdens de toets. Maar na de toets bij de leerstof al snel voor een heel groot deel weer vergeten. Dat maakt alle werk dat je gedaan hebt behoorlijk ineffectief. Al deze drie activiteiten hebben één ding gemeen: ze zijn passief. Ze prikkelen je hersenen niet genoeg, terwijl je wel het idee hebt dat je veel gedaan hebt en goed bezig bent geweest. Je houdt jezelf voor de gek. De sleutel tot succes is dat je jezelf moet aanzetten om actief te gaan leren. Het doorlezen van de stof, markeren of samenvatten zijn op zichzelf heel inefficiënte vormen van leren. Je kunt ze wel combineren met effectievere leerstrategieën. Leerstrategieën die je dwingen om actief bezig te zijn met de lesstof. Neem bijvoorbeeld de strategie uitweiding, ofwel elaboratie. Met uitweiding wordt bedoeld dat je jezelf continu vragen stelt tijdens het studeren. Kritische vragen die je dwingen om even stil te staan en om na te denken voordat je voor jezelf een antwoord kunt formuleren. Hoe werkt iets? Waarom is iets zo? Ga ook na of de nieuwe leerstof lijkt op de leerstof die je al kent en beheerst. Zoek naar overeenkomsten en verschillen. Leg jezelf de leerstof uit, zonder dat je naar je studiemateriaal hoeft te kijken. Gebruik daarbij je eigen woorden en ga geen stukken tekst letterlijk nazeggen. Dit kun je ook doen samen met een studiemaatje. Controleer ook altijd of je eigen uitleg en omschrijving van een lesonderwerp of idee wel klopt. Gebruik hiervoor steeds je studiemateriaal of je docent. Een tweede veelbelovende strategie heet in het Engels dual coding. Wat je tijdens dual coding doet, is dat je zelf actief verbanden gaat leggen tussen geschreven leerstof en beeldmateriaal. Deze strategie is erg goed toe te passen bij onder andere de natuurwetenschappen, zoals bijvoorbeeld biologie of natuurkunde. Bekijk de beelden in je studiemateriaal en vergelijk ze met wat er geschreven staat. Leg de betekenis van afbeeldingen uit in eigen woorden, zonder dat je bij de tekst kijkt. Probeer de leerstof uit je boek te visualiseren, te tekenen, in een schema, een tijdlijn of een infographic of iets anders. Let er dan wel op dat je geen plaatjes gaat gebruiken met de verkeerde of afleidende informatie, want dan kan deze aanpak ook verstorend gaan werken. Roep de hulp van je docent in wanneer je twijfelt. Wat is nu het verschil tussen de drie niet-effectieve leerstrategieën en de twee die ik hier net heb genoemd? Het gevaar van herlezen en markeren is dat je, kunt dat je dat kunt doen op een passieve, luie manier. Maar bij elaboratie en dual coding dwing je jezelf om actief bezig te zijn, om na te blijven denken. Het volgende is heel belangrijk om het proces van leren te kunnen begrijpen. Je leert pas wanneer je jouw lange termijn geheugen activeert. Wanneer je jezelf dwingt om kennis terug te halen uit je lange termijn geheugen. Retrieval practice heet dat in het Engels. En elke keer wanneer je kennis terughaalt, veranker je het vervolgens ook weer sterker in je geheugen. Door dit ophalen te herhalen, vergeet je dus minder snel en heb je het de volgende keer ook weer sneller opgefrist. Daarnaast blijkt dat je beter in staat bent om deze goed verankerde informatie ook in andere nieuwe situaties toe te passen. Retrieval practice is dan niet voor niets een van de twee super leerstrategieën die je kunt toepassen. Retrieval practice ligt aan de basis van elke goede leeraanpak. Bij uitweiding en dual coding maak je ook al gebruik van dit actieve ophalen. Maar de meest directe toepassing van deze leerstrategie, van actief ophalen, is toetsing, in het Engels ook wel practice testing genoemd. Bij toetsing denk je misschien als eerste aan het maken van een toets voor een cijfer of wellicht aan een oefentoets. En het grappige is dat onderzoek uitwijst dat het maken van een oefentoets een veel groter positief effect heeft op je leren dan het herlezen van de leerstof. Zelfs wanneer je de oefentoets daarna niet nakijkt. Wat ik trouwens sterk afraad. Maar het begrip toetsing moet je hier veel breder zien dan alleen oefentoetsen. Het doel van toetsing is dat je vragen probeert te beantwoorden door actief je lange termijn geheugen aan te spreken. En dat kan ook wanneer je, je huiswerk maakt. Dan ben je jezelf dus ook al vaak aan het toetsen. Een andere methode is om je lesboek dicht te klappen en alles wat je weet over een onderwerp op een blaadje te schrijven of te tekenen. Dit wordt een brain dump genoemd en het is een originele en goede manier om je geheugen te activeren. Het verwerken van de leerstof tot flashcards om daarmee jezelf vervolgens te gaan trainen is ook een goede manier van toetsen. En tot slot. Zal een docent eh, toetsing ook een plaatsje geven binnen de lessen, in de vorm van quizjes of door het stellen van klassieke klassikale vragen? Een bijkomend voordeel van toetsing is dat het je een goed idee geeft van de onderdelen van je leerstof die je al goed snapt en de onderdelen waar je nog wat extra werk voor moet verzetten. Je krijgt nuttige feedback op de kwaliteit van je leren. Nu kan niet van je verwacht worden dat je vanuit het niets in staat bent om de juiste oplossingen te koppelen aan de juiste problemen. Een techniek die je kan helpen bij het verwerken van de leerstof en bij het voorbereiden op de toetsoefeningen is die van de concrete voorbeelden. Bij deze strategie leg je een database aan van uh, problemen en bijbehorende oplossingsmethoden. Vaak biedt het leerboekje al goede concrete voorbeelden aan en in de les zal je docent ook nog veel concrete voorbeelden behandelen met je. Hoe groter je database. Hoe beter je jezelf kunt voorbereiden op de verschillende soorten problemen die je tegenkomt tijdens het toetsen. Elk concreet voorbeeld zal een extra verbinding vormen tussen de leerstof en de toepassing ervan. En vooral de toepassing is erg belangrijk. Die moet je vaak beheersen en tonen tijdens de toets voor een punt. Toetsing, oftewel retrieval practice, is een geweldige leerstrategie. Toch zijn er wel een aantal zaken waarop je moet letten wanneer je ermee aan de slag gaat. Natuurlijk moet je voor 100% zeker kunnen zijn dat je concrete voorbeelden ook correct zijn. Check dus altijd de bronnen ervan en roep bij twijfel de hulp in van je docent. Wanneer je jezelf toetst, dan moet je jouw lange termijngeheugen in werking kunnen zetten, anders werkt het niet. Geef daarom niet te snel op door te kijken of te vragen naar het juiste antwoord. Je rolt daarmee terug in een passieve rol en uiteindelijk hou je alleen jezelf voor de gek. Check altijd of het antwoord dat je hebt gegeven ook correct is. En wanneer je jezelf zo aan het toetsen bent, krijg je relatief vaak negatieve feedback. Meer dan bijvoorbeeld wanneer je eh, teksten aan het markeren bent. Laat je daardoor niet ontmoedigen, maar realiseer je dat deze feedback iets positiefs is. Dat het betekent dat je nu echt meters aan het maken bent met het leren. Retrieval practice vraagt doorzettingsvermogen. Gooi niet halverwege het beeldje bij neer, want dan heb je er toch best veel tijd in gestopt zonder dat je je doel bereikt hebt. En dat is nou zo zonde van je tijd. En tijd staat ook aan de basis van de tweede superleerstrategie, die van gespreid leren. Spaced practice in het Engels. Gespreid leren maakt gebruik van het gegeven dat het herhaald ophalen van de kennis, deze kennis alleen maar beter verankert in je geheugen. Wat houdt het in de praktijk in? Dat je beter drie keer een uur kunt werken aan een vak, dan drie uur op een avond. Bij gespreid leren kies je er heel bewust voor om de tijd die je eraan wilt besteden op te delen in kleinere blokjes. Waarbij ik wil benadrukken dat het niet de bedoeling is dat je er meer tijd in totaal aan gaat besteden. De blokjes kun je verdelen over één week, of beter nog, die spreid je uit over een aantal weken. Dus niet al je huiswerk gaan maken op de avond voor de deadline en ook zeker niet je leerstof beginnen te leren op de avond voor de toets. Gespreid leren voelt zeker in het begin als zwaarder en misschien zelfs een beetje eng, maar het kan je veel meer resultaten bieden dan het blokken of stampen van de stof. En je kunt ook nog wat leuks gaan doen op de avond voor de toets. De realiteit is dat leerlingen kiezen voor de leerstrategie van de stampen door pure noodzaak en niet vanuit een bewuste keuze. Vaak blijkt op de dag voor de toets dat er nog niet zoveel toetsstof geleerd is. Er is geen andere keuze dan maar te gaan stampen. En dat kan weer leiden tot veel stress. Om gespreid te kunnen leren, zul je deze situatie moeten zien te voorkomen. Je zult je werk moeten gaan plannen over periodes van weken tot maanden. De vaardigheid plannen valt helaas buiten het onderwerp van deze video. Maar aarzel niet om hulp bij het plannen te vragen aan je docent of aan je mentor. Ook zou je mijn tweede filmpje in deze serie kunnen bekijken, waarin ik een voorbeeld geef van goede planning in mijn lessen. Je kunt de leeropbrengst nog verder verhogen door, naast gespreid leren, ook gebruik te maken van de strategie afwisselend leren. En dit heet in het Engels interleaving. Je houdt je dan. Gedurende één studeersessie afwisselend bezig met verschillende onderwerpen. En vooral wanneer de onderwerpen op elkaar lijken, zul je je lange termijn geheugen nog beter kunnen activeren. Je kunt tijdens het inplannen van je werkzaamheden rekening houden met deze strategie van afwisselend leren. In het voorbeeldje heb ik afwisselend leren in de planning gebracht. door de verwerking van de leerstof van één week over meerdere weken te verdelen. Maar natuurlijk kun je ook op andere manieren de leerstof uh, spreiden. Je hebt net een aantal wetenschappelijk geteste succesvolle leerstijlen voorbij zien komen, maar hoe kun je hiermee jouw eigen leeraanpak verbeteren? Je geeft je eigen leren al een enorme boost door te gaan werken met een planner en door te zorgen voor regelmaat in je leren, waarbij je jezelf ook haalbare doelen stelt bij elk van de activiteiten die je inplant. Zorg dat je thuis gefocust kunt werken. Hou jezelf voor elke keer dat je thuis aan school gaat werken dat je dat zo geconcentreerd mogelijk gaat doen. Een half uur met focus werken is meer waard dan urenlang gedachteloos boven je boek hangen. En raak ook niet gefrustreerd als niet alles even soepel loopt. Bedenk dat, pas wanneer je het gevoel hebt dat het wat stroef gaat, je dan echt aan het leren bent. Zonder wrijving, geen warmte luidt de uitdrukking niet voor niets. En stap niet in de valkuil om te snel op te geven en het antwoord op te zoeken in je antwoordmodel. Zorg dat je in een rustige werkomgeving kunt werken waar je niet afgeleid wordt. Veel mensen vinden steun en rust door gebruik te maken van de zogenaamde Pomodoro-techniek. Je zou een Pomodoro-app kunnen installeren op je mobieltje en deze houdt je studietijd bij en je kunt er je planning in bijhouden en het blokkeert ook nog eens tegelijkertijd alle andere functies van je mobieltje. Een korte samenvatting: leren is een actieve werkvorm. Dit kan niet vaak genoeg herhaald worden. Als je leert, dwing jezelf dan altijd om te leren op een actieve manier en maak gebruik van succesvolle leerstrategieën en schrap de slechte strategieën uit je systeem. Leer door jezelf te toetsen op zoveel mogelijk verschillende manieren als dat je maar kunt bedenken en hak je leeractiviteiten in handzame stukjes en spreid deze uit over de tijd. Daarnaast hebben we het ook gehad over de strategieën uitweiden, dual coding, concrete voorbeelden en afwisselend leren en ook deze zijn goede leerstrategieën die je kunt toepassen. In de tweede video ga ik in op de situatie rondom mijn eigen lessen, natuurkunde. Hoe kun je op een slimme, effectieve manier mijn vak leren? En hoe zou de planning er voor mijn vak uit kunnen zien? Deze tweede video is dus vooral gericht op mijn eigen leerlingen, maar het kan ook een concreet voorbeeld zijn voor iedereen die niet bij mij in de klas zit. Uiteindelijk vraagt elke school, elk vak, elke docent en elke methode om een eigen aanpak. Betrek je vakdocent ook bij jouw persoonlijke leervragen? Hoe heb je naar deze video gekeken? Zat je lekker achterovergeleund te luisteren, relaxed? Of heb je tijdens het kijken al nagedacht over wat het zou kunnen gaan betekenen voor jou? Heb je al nagedacht over hoe je dit zou kunnen gaan toepassen bij sommige van je vakken? Heb je doorgeklikt op de links om extra informatie te krijgen? Vanaf nu weet je beter. De sleutel tot goed leren is een actieve leerhouding. Dus. Wat ga jij doen met deze informatie? Start eens met voor jezelf de vragen op de exitkaarten beantwoorden. En bedenk, de volgende stap is aan jou.